Hallo, ik ben Hilde Twijnstra van de lokale omroep RTN, Radio, Televisie, Nijefut. We maken een reportage over de 3 gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Jopie Huisman was voor de boer bij ons in Workum. Zijn hobby was het schilderen van Friese landschappen, van simpele mensen zoals hij zelf en vooral van oude, afgedankte spullen die hij verhandelde. Eenvoudig, maar ontroerend realistisch. 25 jaar geleden, in de nacht van 13 op 14 juli 1984, zijn 3 van zijn dierbaarste schilderijen verdwenen. Tijdens een expositie in Galerie Het Weefhuis in Nuenen. Het verlies van het merelnest, de handschoenen en de 3 lotgenoten heeft Jopie veel verdriet gedaan. En met hem veel van zijn vrienden en bewonderaars. Jopie besloot dat hij nooit meer wilde exposeren, behalve thuis, in zijn eigen museum. Vrienden van Jopie vonden dat zijn werk een waardiger plek verdiende. Ze richtten een stichting op, ze huurden een pand in Workum en Jopie schonk al zijn werk aan de stichting. En zo is na enkele jaren het Jopie Huisman Museum geboren. Jopie Huisman is in het jaar 2000 overleden. De gestolen schilderijen zijn nooit teruggevonden. En nu, 25 jaar later, wendt RTN zich tot meesterdetectieve Ben Zuidema. Zuidema heeft een rechercheopleidingsinstituut in Maastricht en is internationaal expert in het opsporen van kunstroof. Recentelijk nog was hij in het nieuws vanwege het oplossen van de verdwijning van 9 topschilderijen van kunsthandelaar Robert Noordman in 1987. Een zaak die landelijk nog steeds veel aandacht trekt. Zuidema heeft toegezegd zich te verdiepen in de Nuenense zaak. Gestolen kunst moet terug, dat is cultureel erfgoed. Kunst is van ons allemaal, is van de mensen. En degene die die schilderijen gestolen heeft, heeft een hoop mensen in Friesland groot leed bezorgd. Het moet weer terug in het museum. Het Jopie Huisman Museum moet zijn spullen weer terugkrijgen. En daar zal ik mijn steentje aan toe bijdragen. En er is ook nog 10.000 euro aan mee te verdienen. Er is iemand die gebeld heeft 2 jaar geleden. En daar zou ik nog graag mee in contact komen. Die kan mij bellen. Discretie is verzekerd. U bent internationaal expert. U bent bezig in Italië, Dubai, Frankrijk, Duitsland, Engeland? Dan moet het nu toch zeker lukken. Wat kunt u voor ons in Friesland in het kleine stadje Workum betekenen? Dat weet ik nog niet. Dat hangt af van degene die me gaat bellen. Ook ik ben afhankelijk van mijn informanten, van informatie die ik dus krijg. En ik wil er ook nog graag veel voor betalen. Ik vind gewoon dat de mensen recht hebben op hun cultureel erfgoed, zoals ik u al gezegd heb. Het moet weer terug in het museum, daar waar het thuis hoort. U hebt geluk, ik ben aan een zaak bezig in Almelo. Daar zijn 3 sluitersen, een Mariet en Katen gestolen. Dus ik kom al richting Friesland. U hebt geluk. De 3 doeken komen weer terug naar Workum.